Hallo, welkom bij de Fruity Lifestyle van Julia Kang. Vroeger aten we ons ontbijt en lunch bijna allemaal alleen maar brood belegd met kaas, ham, hagelslag, appelstroop of jam. Een simpele en snelle maaltijd, maar helaas niet zo gezond, zo blijkt nu. Er zijn tegenwoordig gelukkig veel alternatieven voor al die boterhammen met beleg. Vaak wordt aan al bestaande producten zoals muffins, cakes, brood en pannenkoeken, een gezonde twist gegeven door deze glutenvrij, zuivervrij en suikervrij te maken. Er wordt de meel gebruikt en de witte suiker en de ongezonde vetten worden vervangen door suiker, honing, dadels en kokosolie. Maar om eerlijk te zijn, vraag ik mij af of deze alternatieve baksels nu echt waardevol zijn voor je gezondheid. Maar het is wel zo dat je er dure ingrediënten voor nodig hebt en dat je uren in de keuken moet doorbrengen. De kans dat je dit je leven lang volhoudt is dus klein. Ook wordt er tegenwoordig als alternatief voor de boterham veel gelunst met bento-bakjes. Deze lunchbakjes komen uit Japan en Korea en bestaan uit meerdere vakjes of lagen, zodat je in één vakje of laagje je groenten of salade kan stoppen en in een ander vakje weer je eiwitten, zoals vlees, vis of ei. Groente en salades voor je lunch zijn natuurlijk hartstikke goed. Maar zoals ik al eerder opmerkte, is het discutabel of veel vlees, vis en eieren bij zowel je diner als lunch bevorderlijk is voor je gezondheid. En ook hier geldt dat het maar de vraag is of mensen het hun hele leven lang volhouden om voor hun lunch eerst een half uur in de keuken te moeten staan. Bovendien, veel mensen hebben op hun werk geen keuken tot hun beschikking. En voor die mensen is het dan een hele opgave om s'morgens een half uur eerder op te staan en eerst hun salade te moeten maken, of hun muntzaal of omeletten te moeten bakken en hun groenten te stomen. Ook dit is geen levenslang houdbare oplossing. Hoe makkelijk en gezond is het dan... Om gewoon fruit te eten als maaltijd. Het enige dat je hoeft te doen, is fruit kopen en in je tas stoppen met eventueel een mesje. Waarom is het, ondanks alle campagnes zoals 2x2, 2 x 2, 2 groente en 2 stuks fruit en een apple keeps the doctor away, toch nooit gelukt om de mensen massaal aan het fruit te krijgen? Fruit was lange tijd een luxe product, is dus altijd vrij kostbaar voedsel geweest, slechts beschikbaar voor een klein deel van de bevolking. Bovendien hadden wij als Nederlanders in vroegere tijden alleen maar keuze uit appels, peren en pruimen. Ja, en dat gaat natuurlijk snel vervelen. Fruit werd nog niet in grote aantallen geïmporteerd. Maar die tijd is nu voorbij. Door globalisering is de wereld steeds kleiner geworden. We kunnen nu alle soorten fruit van de wereld in grote hoeveelheden in elke supermarkt kopen tegen redelijke prijzen. Kortom, wat weerhoudt je nog? Een maaltijd van vers fruit vraagt geen extra tijd en is gezond en lekker. Is niet duurder dan Superfoods. Het is gezonder dan een zelfgebakken brood, cake of muffin die vol zitten met kokosbloesemsuiker, dadels, rozijnen en kokosolie. En het is goedkoper en veel gezonder dan een lunch met vlees, vis of eieren. Kortom, probeer het gewoon zelf. Ga lekker aan een lifestyle. Ga fruiten. Tot de volgende keer.